Dit is het Verkeersjournaal van woensdag 2 mei. In Den Haag worden de tegels in het fietspad van de Laan van Meerdervoort vervangen door rood asfalt. Het gaat om het deel tussen de Ockenburgstraat en het Savonien-Lomanplein in de richting van het centrum. En verkeer kan met eventuele vertraging langs het werkvlak rijden. Fietsers worden omgeleid over het fietspad aan de overkant van de straat. De asfalteringswerkzaamheden zullen tot eind juni duren ook werk aan de weg in Delft. De Gasthuislaan wordt gedeeltelijk herstraat. Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor verkeer. De paaltjes bij de Zuiderstraat worden tijdelijk verwijderd voor de omleiding van het verkeer. Tot en met 4 mei is er geen doorgaand verkeer mogelijk op het deel van de Gasthuislaan tussen de Kruisstraat en hier het Oosteinde. Verkeer wordt dus via de Zuiderstraat om de werkzaamheden heen geleid en na de schoolvakantie is de Gasthuislaan dan weer open voor het verkeer. Ook in Noodorp vinden werkzaamheden plaats in verband met een reconstructie van de weg en asfalteringswerkzaamheden in Noodorp wordt de Hofweg in beide richtingen tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De Hofweg is afgesloten in beide richtingen tot 11 mei. Daarna zal de rijbaan richting Den Haag weer open gaan, maar verkeer richting Pijnakker moet nog blijven omrijden. Sinds gisteren is dus de Hofweg tussen de Poort en Hof van Teilingen afgesloten voor het verkeer. En het verkeer wordt omgeleid via de Molenaar-Blonkweg, de Oudeweg, de Dominee-Spoorlaan, het Oosteinde en dan hier de Poort. En dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.